Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Hey, Remy Bujaski hier. We zijn hier bij een mooi event. Levels Fighting League. En het is in ieder geval top. Het is gezellig hier. Het is gezellig. Hij ziet dat naar de mensen. De mensen die genieten ervan. En het is uitverkocht. Een uitverkocht event. En ik ben zelf hier persoonlijk voor twee vechters. Voor Myrtle Groenhart en Jason Wilnis. Dat zijn twee toppers die vandaag in de ring, of laat me het anders zeggen, in de octagon gaan staan. Dus mensen van Warrior Code, blijf kijken, want het gaat echt kicken worden. Hey, we zijn hier in de kleedkamers en daar zijn de jongens zich al aan het warm draaien. Warm draaien voor het grote gevecht. We kijken er naar uit en als we er naar kijken, zie ik daar Myrtle Groenhart. Een van de glory toppers, glory kampioen, oud kampioen. En die is nu zich aan het warm draaien. En dan gaan ze zelfs een partij draaien. En ik kijk er in al van naar uit. Ik zie ook Massaro Glunder. Massaro Glunder is ook aan het warm draaien. En het belooft echt een aantal mooie wedstrijden te worden. Stay tuned. Zo, we zitten hier met Myrtle Groenhart, een van de oude glory toppers, kampioen. En hij heeft net zijn overwinning gehad. Myrtle, hoe voel jij je? Ja, ik voel me goed. Ik heb mijn overwinning gehad. Ik voel me echt top. Ja, ik zag het. Je was lekker bezig. Ja. En je hebt gewoon een 3-0 in MMA. Hoe voelt dat? 3-0 in MMA voelt echt goed. De record opbouwen voelt lekker. Zeker de winst. Maar ook hoe het is gegaan, weet je. De opbouwen naartoe is ook heel belangrijk. Van de winst, want je moet ook leren van de trainingen en wat je in de kooi allemaal draait. En was allemaal de leerfase, allemaal erin gekomen. Het is wel een hele gekke dag geweest. Want ik heb het een en ander gehoord, maar ik wil het graag vanuit jouw mond horen. Ik heb hele gekke dingen meegemaakt in Japan of waar dan ook ter wereld. Maar dit is wel heel gek. Leg eens uit. Nou, ik was thuis, kreeg ik te horen. De trainer belde me, ik heb echt kut nieuws. Ik zeg, hè, wat dan? Ik dacht, ik kan niks fout gaan, want ik heb mijn tegenstander al. Dus het andere nieuws, wat kut voor een ander kan zijn, kan niet kut voor mij zijn, weet je wel. Als ik een tegenstander heb en ik kan vechten. Ja. Tegenstander viel uit, dus dat was heel kloten. Ik kreeg dat te horen. Maar, hij zei, ja, ik kon er niks doen, kloten. Maar ik bleef met die mindset, alsof ik moest vechten, weet je dat? Ik heb een hele sterke mindset als het op dingen uitkomt wat ik graag wil. En dan zal ik het ook behalen. En ik bleef met die meisjes. Dus wat heb ik gedaan? Mijn spullen ingepakt. Ik ben alsnog hier naartoe gekomen. En ik kreeg hier ook te horen, ja, gaat niet door dit en dat. Maar dus, ik zeg, kijk voor een andere jongen. Ze kijken voor een andere jongen. Dit en dat, moeilijk te vinden. Tot op 2 uurtjes, niet eens voor mijn wedstrijd. Ik was warm gaan draaien. Ik dacht, ik zoek jullie maar, ik ga vechten. Het gaat door. En ik kreeg een jongen. Dus weet je, die meisje die was er. Ik visualiseer het naar het universum en het komt. Klaar. En ik had een tegenstander en ik ging me voorbereiden. Maar en we hebben geklopt. Maar het was natuurlijk wel heel anders weer, weet je wel. Je moet al je trainingen weer anders gaan aanpassen en doen. En deze jongen kon ook wel wat... Een heel andere tegenstander natuurlijk. Een tegenstander, heel andere jongen. Kon ook wel wat op de grond en weet je wel. En ik heb de dingen die ik heb geleerd in de sportschool, kwamen nu te pas en die heb ik gedaan. En dat is voor mij belangrijk. Hoe heb jij je nu zo kunnen omdraaien? Hè? Want je hoort in één keer dat jouw oorspronkelijke tegenstander, die gaat er vandoor. Mm. En dan krijg je in één keer een nieuwe tegenstander waar je niet op kunt trainen. Ja. Waar je niet op kunt focussen. Je weet niet wat voor jongen het is. En je hoort alleen maar dat hij 60 pro-partijen heeft. Hoe kan jij je zo omdraaien in één keer naar wat je nu hebt gepresteerd? Ja, het is een vakwerk. Je moet het al natuurlijk al wel eens wat hebben meegemaakt in je carrière. Dat een keer een partij niet doorging of dat je een bepaald tegenstander wou hebben en ik me erop daar ging instellen en ik kreeg. Dus je moet met dingen bezig zijn en ik was er al mee bezig, weet je. Ik ging, ja, het is lastig om mee omgaan, maar ik hield me vast. Ik ging in het toilet, keek in de spiegel, keek mezelf aan in het toilet en ik zei van, hé, wat er gebeurt? Jij gaat vechten en je gaat precies vechten zoals jij hebt geleerd in de sportschool. Als je hier komt, als je je naar beneden wil halen, doe jij gewoon wat jij hebt geleerd. Dat ga jij doen en klaar en niks anders. Je laat je niet gek maken door de mensen om je heen. Zo kunnen er hele mooie dingen ook in de wc gebeuren. Toch? Dat is echt zo. Hey Myrtle, ik wens je heel veel succes. Je hebt een mooie overwinning gehad. En ga zo door, man. Zeker, man. Zeker. Gaan we zeker doen. Dank en wil je nog wat vertellen tegen je fans? Ja, zeker. Blijf in jezelf geloven. Want als de mensen om je heen niet geloven, gelooft er één iemand in je. En dat is God. So God did. Blijf in jezelf geloven. Yes.
Ja, mensen, we staan hier met een kerstverse kampioen, Melvin. Melvin zei dan, hey, hoe is dit? Hoe voelt het nou om nu NFL kampioen te zijn? Ja, top, top. Ik heb hier alles voor over. Ik train hier mijn leven lang voor. Ik heb geen vrije tijd meer. En dan doe je het gelukkig toch nog ergens voor. Je hebt echt een hele mooie wedstrijd gevochten. Wat was voor jou key dat jij zegt, van daardoor heb ik de wedstrijd gewonnen? Ik denk in dit geval conditie. En daardoor had ik echt meer veel zelfvertrouwen. En ik in die derde, vierde, vijfde ronde, daar had ik hem sowieso gehad. Wat is voor jou next? Je bent nu kampioen. Ja. Wat wil jij nog meer bereiken? Ja, dit is mijn zoveelste belt bij de zoveelste organisatie. De Level Fights League kampioen. Of daarvoor bij Manhoef kampioen geweest. Nee. Ik wil gewoon nu goed internationaal gaan. Dus een One, een Bellator, een UFC. Ik wil die kans gewoon krijgen. Nee, ja, zeker, zeker. En hoe denk jij dat je die stap gaat maken om naar dat soort grote organisaties te gaan zoals Bellator, One of UFC? Ja, ik denk gewoon knokken. Ik moet gewoon de kans krijgen. En dan laat ik zien dat ik het kan. Nou, je hebt het gehoord, mensen. Kerstverse kampioen. En hij gaat er helemaal voor. Hij gaat voor de hoogste. Dus voor Bellator, voor UFC. We gaan dus nog meer krijgen te zien van Melvin, of niet? Ik knok de komende 10 jaar nog sowieso door. Dus dat komt goed. Nou, geweldig, man. Geniet ervan. En tot de volgende keer. Dankjewel, man. Ja, we zitten hier na Jason Wilderness. Jason is natuurlijk een van de toppers die vanuit Glory komt. En hij heeft net een moeilijke wedstrijd gehad. En we gaan even horen wat hij er zelf van vond. Jason, hoe is het met je? Kan beter. Ik had graag willen winnen natuurlijk. Maar zoals ik in de partij hiervoor ook al heb meegemaakt. Die jongens gaan naar de grond. Ze willen graag naar de grond. Ze gaan niet staan met ons. Dus en hij was best sterk ook. Weet je, op de grond. Hij hield me goed. En dat is jammer, man, dat ik het niet winnend heb kunnen afsluiten. Ja, het is een sterke tegenstander. Heb jij het gevoel dat jouw ground game nog niet ver genoeg gevorderd is? Nee, ik bedoel, hij heeft wel schade aangericht op de grond. Maar hij heeft me niet laten aftikken, snap je? Ik heb ook doorgevochten, gewoon 3 rondes uitgevochten. En ik ben geen grondvechter, ik ben een staande vechter. En die jongens weten dat. Dus die gaan op de grond met je vechten of ze gaan rondjes draaien. En ja, daar moet je gewoon goed op voorbereid zijn. En als je op de grond bent, ja, wat ik zeg, ik ben geen grondvechter. En dan kan die wel hangen en me moe maken. Maar ik ben wel goed genoeg op de grond, denk ik. Want alsnog, hij heeft wel wat schade aangericht. Maar hij heeft het niet kunnen afmaken. Had jij je gameplan anders moeten neerzetten in deze wedstrijd? Ja, nee. En ja, nee. Snap je? Het is dubbel. Kijk, ik kom om te vechten. Ik kom om vooruit te vechten. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. En ja, kijk, hij gebruikt zijn kwaliteit. Hij gaat op de grond. Klaar. Dat hebben ze hiervoor ook gedaan in die partijen. Mm-hmm. En ja, het kun je ook bij Manhoef goed zien. En als je dat soort vechten staan, ze gaan niet met die jongens staan. Ze gaan naar de grond. Dus of ik nou 10 partijen verder ben, dat gaan ze doen. Dus of je tekort komt, ja, ik weet niet of je tekort kan noemen. Hij kan op stoot lopen, ik kan op de grond komen. Ik denk dat ik wel soms iets scherper had kunnen zijn met die takedown defense. Maar ja, hij deed het goed en ja, wat zal ik zeggen. We kennen jou als een hele harde vechter, een hele sterke vechter. Je geeft nooit op. Wat is voor jou next? Ik ga gewoon door met vechten, snap je? Ik weet wat ik zeg, ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. Ik heb een sterk team nu. Ik geef nooit op, man. En deze jongen ook, hij was sterk. Maar ik geef niet op, ik vecht binnenkort weer. En ja, ik weet gewoon wat voor talent ik heb. Dus ik vecht binnenkort weer, man. Jij blijft doortimmeren, zoals je zegt. Is er nu op dit moment iets waarvan jij zegt van, ik wil tegen deze jongen vechten, zodat ik weer die stap omhoog kan maken? Nee, het is gewoon voor mij goed trainen. Die jongens staan daar. De sterkste tegenstander ben ik zelf, weet je. Ik weet ook wat voor periode ik heb gehad. En sterkere tegenstander dan mij ga ik niet vinden in de ring. En ja, ik moet gewoon mijn record goed bouwen en verder, man. Gewoon verder gaan, niet opgeven, man. Daar staan we voor.
Ja, net zoals ik zeg, we weten dat je allemaal echt een hele sterke sterke jongen bent in de fight game. Je hebt een geweldig team achter je. En we zijn ervan overtuigd dat jij gewoon heel hard weer teruggekomen. Wens je in elk geval heel veel succes. En blijf er aan bouwen, blijf doorgaan met wat je doet. Want we verwachten alleen maar hele mooie dingen van je. Heb je nog wat te vertellen voor je fans? Ja, blijf me volgen. Weet je. Ik ben net begonnen ook met MMA. En ja, ik heb nog veel te laten zien, man. Ik heb nog veel te laten zien. Zelfs nu, helemaal beschadigd, moe, kom ik die derde ronde. Ik probeer nog, weet je, maar die jongen komt naar de grond. En ja, blijf me gewoon volgen. Dan jullie gaan mooie gevechten zien, man. Dat is het. Nou, je hoort het, mensen. Blijf die jongen volgen. Jason Wilders. Jullie gaan nog heel veel van hem horen. Want ik heb hem vaak genoeg in kickboxwedstrijden gezien. Glory-wedstrijden waar hij echt hele mooie dingen heeft laten zien. En ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook in het MMA gaat laten zien. Blijf hem volgen. Dankjewel. Hij komt net uit de ring. Net zijn tegenstander verslagen. Hoe ging het? Top, niks. Mijn gezicht is mooi nog, dus ça va. Ja, je ziet er nog knap uit en waardoor denk je dat je nu de wedstrijd gewonnen hebt? Wat was key voor jou? Gewoon trainen elke dag met de beste, mijn best doen. Met Nederlanders, ik ben Belg, ik kom in Nederland om te... Ja, wel te horen dat je net Belg bent. Ja, voilà. Ik train met Nederlanders, met de beste Nederlanders. En ik zou graag België ook eens goede Belgen maken. Je bent ongelooflijk sterk. We hebben je in de ring gezien wat jij kan. Wat is jouw full potential? Waar denk je dat je nog naartoe kan? Ik denk UFC, Bellator, One Championship. Dat is wel jouw droom. Hoe snel denk jij dat jij op dat niveau kan komen van Bellator, UFC? Ik heb al iemand verslaan en die is nu in de UFC. Dus nu moet ik naar de UFC, want ik heb hem verslaan. Ik denk dat jij iedereen kan verslaan, maar als wij gewoon naar de toekomst kijken. Wij kijken naar de toekomst. Praten we dan over 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar voordat jij daar komt? Twee. Niet te snel willen gaan, stap voor stap. Niet stappen overslaan, want ik kan je carrière kapot maken daardoor. Je hebt nu een grote stap gemaakt door deze overwinning te maken. Wie denk jij dat jij als volgende tegenstander wil zien? Wie wil met mij vechten? Dat is de vraag. Wie wil met mij vechten? Oké, okay, ik wens je heel veel succes. Blijf zo doorgaan als hoe je dat doet. En zet hem op, buik ze in elkaar. Ja, tot ziens. Ja, mensen, we staan hier met niemand minder dan Yusri Belgaroui. Yusri, een topper in de fight game. Of het nou bij Glory is of welke andere grote organisatie. Hij is een beetje de kant op gegaan van het MMA. En daar laat hij ook mooie dingen zien. Hij is vandaag commentator geweest. En ik ga hem even vragen van hoe hij het hier vond. Want ik vond het fantastisch. Wat vond jij ervan? Ja, super dik, man. LFL, kijk. De kracht zit hem in de matchmaking. Ze zorgen hier gewoon dat je gewoon twee hele goede tegenstanders. En ja, tegenstanders met een ijzeren wil tegen elkaar zetten. En die gaan gewoon keihard matten, man. Ik heb de privilege gehad om ringside te zitten, dus ik kan alles goed bekijken. Maar ik heb me echt vermaakt, man. Ja, ik heb me zeker ook vermaakt. Er waren een aantal collega's vanuit de Glory die ook hier hadden gevochten. Ja. Ik heb Jason Wilders gezien. Ja. Wat vond je van zijn wedstrijd? Ja, hardcore wedstrijd, man. Kijk, die Sami Lee is gewoon een slick motherfucker. Hij is gewoon heel slim en haalt je uit je spel. Waardoor Jason niet echt erin kwam en uiteindelijk werd verrast door die take. Downs. En ik zag hem graag winnen, weet je eigenlijk. Dus ik vind het zonde. Maar ja, niet geheel onverdiend van Sami Lee, want die is gewoon heel lastig te bevechten. Nee, zeker. Ik heb Jason achterin ook gesproken. Ja. En hij was zeker teleurgesteld, maar hij is nog niet uit het veld geslagen, want hij komt gewoon keihard terug. Ja, nee, goede les gewoon. Kijk, die commentator zei, ja, maybe a roadblock voor... No, it's not a roadblock. Het is gewoon een kleine setback. En gaat hij veel meer van leren, weet je. Een paar van die punten waar hij aan moet werken, gaat hij gewoon keihard aan werken. En zien we hem weer terug. We hebben ook Myrtle gezien. Myrtle, ja, nog steeds een topper. Ik blijf altijd genieten van die jongen. Wat vond jij van zijn wedstrijd? Ja, gruwelijk. Hij heeft het gewoon gedaan als een professional. Kijk, het was niet de beste tegenstander. Daar hoeven we niet over te liegen. Maar ja, beter dat dan dat hij geen fight had. Want die andere die is hem gewoon gepeerd naar Duitsland na de beweging. Dat was een gek verhaal. Ja. Hij was gewoon bang geworden of zo. Dus nou, de volgende keer weer een stapje omhoog voor Myrtle. Een jongen die iets gewilliger is.
En dan kan hij gewoon nog meer zijn skills laten zien. Wat hij wel heeft gedaan vandaag. Snap je? Op alle vlakken. Ja, want Murdoch staat nu op 3-0. Mm. Waar denk je dat hij kan eindigen? Want hij is al een... Ik wil niet zeggen op leeftijd, maar het begint al wel een beetje te tikken. Ja, ja, het moet nu gewoon gaan gebeuren. 3-0 is gewoon een mooie record. Ik denk dat hij eerst focust op de titel hier. En dan sowieso, hem kennen, dan gaat hij gewoon voor het hoogste level. En ja, ik hoop wel dat dat lukt. Maar hij moet gewoon eerst eventjes hier die titel gaan halen. En dan gewoon UFC of Bellator, man. Ja, maar oké. Dan hebben we het over Murdoch gehad. Hoe zit het met jou? Hoe zit het met jou? Wat zijn jouw aspiraties? Mijn aspiraties zijn ook groot. Die zijn ook gewoon daar bij de UFC. Alleen het ligt niet om de hoek. Ik zie de weg ernaartoe. Alleen ik zie ook dat er nog heel veel dingen gedaan moeten worden. En daar werk ik gewoon keihard aan. En wedstrijd voor wedstrijd probeer ik verder te komen. Jusri, noem eens dit iets specifieks. Waar moet er nu aan gewerkt worden aan jouw skills om op dat niveau te komen? Ja, specifiek is moeilijk. Maar ik kan je gewoon zeggen, mijn grondwerk moet gewoon beter worden sowieso. Weet je? Maar stand-up ook is gewoon heel veel te leren in de MMA-spel. Het is gewoon een heel ander spelletje. Dus ja, allround moeten we gewoon beter worden. Ja, om dit even een doekje om me heen te winden. LFL, mooi event. Wat vond je nou van dit event? Hoe dit geweest, hoe het verlopen is? Weet je wat ik hard vind van LFL? Is dat ze gewoon portretteren waar ze naartoe willen. En dat is gewoon ja, the highest of highest. Snap je? Alles is professioneel geregeld. Ze proberen niet hun kosten te drukken op bepaalde manieren wat de show zou raken. Dus ja, vooral de professionalisatie van deze organisatie. En natuurlijk de vechters, maar daar heb ik het al over gehad. Zal ervoor zorgen dat LFL gewoon blijft groeien en gewoon als een grote MMA-organisatie zal eindigen. Dus voorlopig gaat dit nog niet stoppen, LFL. Dit gaat doorgaan tot een hele grote organisatie, denk ik. Sowieso hier in Nederland eerst. Weet je, ze zijn nu gewoon de grootste hier en ze doen het fucking goed. Maar ja, als ze straks internationaal kunnen gaan, ik zie het ze zeker doen, man. Dankjewel, Jusri. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, en ja, wij draaien terug naar de mensen van Warrior Code. Warrior Code, Jusri Belgaroui, een topper. Blijf hem ook volgen. En we laten zijn Instagram even onder in beeld zien. Dus de volgende keer, blijf ons volgen. Warrior Code. Yes! Hey, you guys. We're here with Donovan Panayotis, the man who made LFL possible. And we're about to wrap this up, but we just want to know, how does he feel about the evening? Donovan, can you explain it to me? How was the evening for you? Was it hectic? Was it all well? Or let me in. It was insane. Because we had the first deal with Viaplay this time, we had to kind of really, they set the bar quite high. So like you have to hit certain marks. And before it was kind of like just like a family show. Our guys we know, you know, guys I've trained with before. But the last couple of shows, it's become pretty serious. And yeah, thanks to the Viaplay deal, we really had to step it up. And the infrastructure we had set in before, it wasn't quite there yet. So it required me and a few others to kind of fill some holes in. But we did, and the guys from Viaplay are very happy. So yeah, it went really well. So the guys on Viaplay were happy, you're happy, were the fans happy? The fans were happy. Yeah, the fans are happy. Especially, I don't know if you were here around the middle when Aiden Lee and Myrtle and Jason were fighting. It was pretty crazy. And then we also had in the daytime, we had like an amateur show for the local guys. And some of the Ajax guys were here, you know, and they went crazy. They're all standing up out here. Yeah, I heard about it. What does something happen this evening? One of the fighters just bailed. The opponent of Myrtle. What happened? So the first I heard of it was this morning. I get a text, and as you can imagine, I get maybe 30, 40 texts in the morning of the fight. And then I got a call and it's like, hey, did you read the text? It says, no, but tell me quickly because the show's starting. It's like, yeah, he's in Germany. And basically. Did you freak out? Of course, yeah. I had to tell Myrtle, you know, he's disappointed. And they offered like a solution, but I mean, the solution was like an ADCC world champion, you know, ADCC, which, you know, with a quite a hard record. So I don't think it would have been a good match, you know? Anyway, luckily we got a local hero here, Hiram. Yeah. And he came to fight.
And luckily, yeah, he did a good job. He did good. Yeah, he stepped in last minute and put on a show. And so yeah, what started out pretty badly ended up okay in the end. I was so happy to be here because I saw LFL from at home, you know, from the screen, but now. Being here, it was a great show. I love to come back. Love to come back and see it a lot more. And no way, not for me. I love to watch it. I've been watching, UFC, Bellator, and all that. I've been watching it, but I'm not gonna go step into the ring with all these guys try to, you know, grapple me and choke me and all the arm locks. No, not for me. But I'm looking forward to the next LFL, and I hope that this will be a big organization in the future. Hope so. Fingers crossed. Yeah, we're just gonna keep doing what we're doing. We're kind of like a fighters first organization. I was a fighter myself, you know, so I feel like I really see the other side of the coin. I also have like a small gym teaching guys, so like I really come from that perspective. And I think that's what's made the reason that we've been able to kind of grow so quickly. It's because we've got the support of these guys, you know. And yeah, we're just going to keep growing little by little. We spoke to the owners here, actually. They said maybe they're going to put us next door on the next show. So let's see how it goes. But yeah, fingers crossed, with the support of the local guys, we're going to do big things. Thanks, Jonathan, for this interview. And I'm looking forward to the next LFL. Thanks. Ja, mensen van Warrior Code, we hebben hier een mooie avond meegemaakt van Levels Fight League. En ik heb genoten hier, de mensen hebben hier genoten. Het was een super mooie avond. Ja, wat kan ik zeggen? De mensen waren gehyped. We hebben een aantal Glory-vechters gezien. Oud-Glory-kampioenen, Myrtle Groenhart. We hebben Jason Wilnis gezien. Bij de ene ging het iets beter dan bij de ander. Maar al met al hebben zij geknokt in een mooie octagon, waar ik ook nu hier sta. En ik kan niks anders zeggen dat dit best echt een mooi event was, een mooie avond. En we gaan natuurlijk heel veel meer aan jullie laten zien. We gaan met meer reportages komen. We gaan nog gewoon mooie dingen laten zien. Dus blijf subscriben, blijf ons volgen, want we komen met fantastische dingen. Dit soort events, hier geniet ik van. En ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Hey, tot de volgende keer.